We gaan niemand langer meer in Spanje houden. Vooral de beentjes niet. Want volgens mij zijn jullie allemaal heel erg benieuwd wie er gaat doorstromen na de finale direct op 13 februari 2000. En dat gaat allemaal verteld worden door de spokesman van de jury. En dat is ook deze avond Robert Vol. Dankjewel. Voor alles aan wil ik weer eventjes melden dat... We doen dit over de zesde keer, Pet, hè? En het is toch elke keer weer verbazend hoe leuk publiek wij binnen hebben. Dat alle bandjes op hun eigen manier toch alle respect krijgen vanuit de zaal. Ook van de mensen die familie zijn van een ander bandje. Dus dat vonden we in ieder geval bijzonder. Vijf bands vanavond. Kijk, alweer. We zijn begonnen met Els Shit. Ik spreek het misschien wat verkeerd uit. Wat we erg leuk vonden was het metal gedeelte afwisselend met toch licht psychedelische invloeden. Vooral door die meneer die hier stond. Vonden we zeer bijzonder. Het was in zijn genre fris. Ik moet er echt even iets meer licht hebben, vriendelijke vriend. Oh, hier is het beter. Makkelijk draadloos. Origineel, fris. Zeer smaakvolle gitaren. De Reggae Mafia. We vonden haar hun uitblinken in de Roomba. Het salsa dingetje. Het was vrolijk, het was toegankelijk. Ze hadden zat mensen in de zaal om het ook vrolijk over te laten komen. Het zou kunnen dat ze misschien in de toekomst sommige clichés binnen de reggae nog kunnen gaan overstijgen. En het zich nog meer eigen kunnen maken. Ai, ja. Met je harttoontje. Ja, ja, ja. Revolt. De derde. Zeer energiek. Een boos beentje. Ze fraten in ieder geval een gedeelte van de zaal fraten ze op. Ze zaten er dicht op, ze zaten bovenop de zaal. Ze moeten ook nog zorgen dat ze achterin hun vriendjes neerzetten. Dan kunnen ze zo laveren en dan hebben ze alles in beweging. Een zeer goede gitarist, wederom. Dresscode. Een dragende zangeres. Charmante popmuziek. Bij deze band hadden we het idee dat de arrangementen verder uitgebouwd zouden kunnen worden om het allemaal nog beter over het voetlicht te krijgen. En dan de laatste band, Crazy Jane Talks. Sferische muziek. Ze hebben veel invloeden uit allerlei soorten, hebben zich behoorlijk eigen kunnen maken en een eigen ding van kunnen maken. Vonden we erg goed. We waren blij met de zangeres. Ze baalden een beetje van het batterijtje. Het zijn van die kleine dingen, wat hoort er allemaal bij als je hier staat? Ja, en je wist niet dat er een batterij in moest natuurlijk. Goed, we komen... had zo'n penlight bij zich, ja dat werkt niet. Binnen het Rode Oortjes Festival delen we een speciale prijs uit voor die muzikant waarvan wij, tenminste de jury, vinden dat ze toch een bepaald overstijgend niveau hebben. En die speciale prijs daar kunnen we mensen voor nomineren. Vorige week is daar niemand voor genomineerd. Er is wel een eervolle vermelding geweest voor de drummer van de hardrockband. Maar we willen vandaag toch wel iemand nomineren. En dat is namelijk die ene jongen die het licht psychedelische in de muziek kon brengen. En hij stond hier, ik weet zijn naam niet. Dat is de gitarist voor de kijkers links van Els Shit. Wiel heeft een nominatie voor de, nou laat ik maar gewoon simpel zeggen, de overstijgende muzikant van het festival. We wachten volgende week af of er meer bij komen. Als dat niet zo is, dan heeft hij hem gewonnen. En dan de winnaars van vanavond.
Ik zou zeggen, denk goed om die techniek en dan vooral de stroomvoorziening, want de winnaars zijn Crazy Jay Talks. Volgens mij moet ze naar de vloer komen, of op het podium zelfs. En voor degene die genomineerd is voor de integriteitsprijs, ook daar staat zometeen studiotijd van horen voor. Dus blijf hopen, want je gaat een mooie prijs winnen. Ik wil vragen, gaan jullie nog iets voor ons spelen? Ja! Ja, oké. We gaan even snel ombouwen en dan voor de toegift blijf allemaal kijken. Crazy Jay Talks, mensen die naar huis gaan, volgende